De Vlaamse rand rond Brussel. Ook voor Frank van den Broeke zouden de formatiegesprekken van Yves Le Terme daarop wel eens kunnen spaaklopen. De eis van de Franstalige partijen om de drie FDF-burgemeesters van Kraaijnem, Linkebeek en Wezebeek-Oppum stand de PD te benoemen in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde noemt hij een absoluut knelpunt. Dat de burgemeesters de oproepingsbrieven voor de verkiezingen in het Frans verstuurden is één zaak. Dat ze een paar weken geleden opriepen om Frans te spreken tijdens de gemeenteraad is een provocatie, die toen ook minister Keulen enerveerde. De dossiers tegen die drie kandidaat-burgemeesters zijn al niet licht, collega's. Ik ben het eerlijk gezegd ook beu. Ik ben het beu tot en met. Ik ben het eigenlijk spuugzat. Stel dat Marino Keulen die drie burgemeesters benoemt, dat betekent eigenlijk dat de hele omzendbrief Peters, die de taalfaciliteiten regelt, dat we die in de prullenmand gooien. Want dat gaat eigenlijk over de vraag of je als Vlaamse regering die omzendbrief handhaaft, dan wel niet handhaaft. Want daar rond draaien de inbreuken. Dus als Marino Keulen zegt, ik benoem die mensen, gooit hij de hele omzendbrief in de prullenmand. Dat de N-VA en meer bepaald haar voorzitter Bart De Wever mee aan de onderhandelingstafel zit, bemoeilijkt de zaak nog meer. Die man is bezig met het imago van wat Vlaamse beweging is totaal kapot te maken. Die zet ons jaren achteruit. Nu moet je maar eens uitleggen, elders in België, of ook in Vlaanderen bij mensen die niet tot die beweging behoren. Nu moet je maar eens gaan uitleggen dat die Vlaamse beweging een nobel doel heeft. Dat het gaat over emancipatie van mensen. Dat het misschien ook een sociale doelstelling kan zijn. Moet je maar eens proberen uit te leggen nadat De Wever zo 4 maanden bezig is. Dat zijn wel heel harde woorden. Een voorstel dat FDF-voorzitter Minguet vandaag nog lanceerde, namelijk een regering zonder staatshervorming, dat ziet aan Vlaamse kant niemand als mogelijke optie.